Vroeger was het zo, de gemeente die dacht wat uit en dan zeiden we tegen de burger van zo is het en doe daar zeg nog maar wat van, maar het gaat wel ongeveer zo gebeuren. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Dus we gaan naar de burger toe, we betrekken ze erbij, we zeggen oké, gezien zeg maar de ervaringen die we hebben onderbouwd, vinden we dat het van belang is dat hier die rotonde moet gaan komen. Dat we de burgers ook bewust hebben gemaakt van het is van belang op die manier te kijken. Denk met ons mee, ben creatief, geef de handen en voeten aan en stimuleer ons daarin. Wat heel erg belangrijk was in deze, dat is het kredel-to-kredel principe wat we toepassen in de infrastructuur. En dat blijkt dat dat redelijk uniek is in Nederland zelfs, om dat principe op infrastructuur toe te passen. Gemeente Venlo heeft er veel ervaring mee in de gebouwde omgeving. Maar op infrastructuur is dat relatief nieuw en dat betekent dat die twee elkaar gaan versterken. Dus de manier van samenwerking in relatie tot het kredel-to-kredel principe wat echt vernieuwende ideeën levert in de uitwerking van de rotonde. Ik ben in elk geval ontzettend trots dat wij als een van de eerste projecten hier in het Venlo's de rotonde van morgen binnen de Green Deal ook mogen plaatsen. De rotonde van morgen heeft alle elementen in zich, vernieuwend samenwerken, maar ook inderdaad duurzaamheid. De proceskant wordt er op een goede manier belicht. De actoren in het proces, kennis, maar ook marktpartijen en de opdrachtgever die daar allemaal een rol in pakken. Dus dit is een prachtig voorbeeld van vernieuwende samenwerking naar toekomstbestendige infra voor Nederland.